Voorzitter, ik kan heel kort zijn, want dit debat is naar mijn mening pure tijdverspilling. Inderdaad, de heer Rutte en ik hebben een gesprek gehad met de heer Robesin. Nadat kenbaar werd dat de heer Robesin twijfelde op welke partij hij zijn stem zou uitbrengen op 23 mei. En ik moet u eerlijk zeggen, voorzitter, dat ik de ophef totaal niet begrijp. Ik zie niet in waarom politici niet met elkaar een gesprek over politiek mogen voeren. Wanneer morgen een ander statenlid van welke partij dan ook met mij zou willen spreken, omdat hij bijvoorbeeld zou overwegen om op de Partij voor de Vrijheid te stemmen op 23 mei, dan zou ik dat gesprek aangaan. Al zou ik, voorzitter, niet in het torentje, maar tussen de zeehonden en achters moeten overleggen om links geen meerderheid te laten halen in de Eerste Kamer, dan zou ik dat met plezier en overtuiging doen. Gisteren, vandaag en morgen. Maar voorzitter, de vraag, wat is er nou afgesproken, wat is er bedisseld, wat voor deals zijn er gesloten? Het antwoord daarop, voorzitter, kan wat mij betreft, ik zat erbij, heel helder zijn, 0,0. Geen enkele belofte, geen enkele toezegging, geen deal, die is gesloten. En meer, voorzitter, wil ik hierover niet kwijt. Meneer Pechtold. Oh, dan is er dus toch meer. Want als u er meer niet over kwijt wil, ja, dan houdt u wat achter. Dat is in ieder geval niet de transparantie van de Partij voor de Vrijheid zoals ik u de afgelopen 21 jaar dat u hier nu aan het Binnenhof rondloopt, ken. Voorzitter, u zit op dat torentje 2 uur lang en u zegt zojuist, de heer Wilders zegt zojuist, een gesprek tussen politici dat moet kunnen. Maar als politici op dit niveau 2 uur lang praten en daar komt helemaal niks uit, nou, dan komt de boel wel stil te liggen met dit kabinet. Nou, er komt in ieder geval, of we nou met elkaar praten of niet, een hoop meer uit dan dat u ooit in uw leven in dat torentje plaats zou nemen. Dus ik begrijp enige jaloezie van de kant van de voorman van D66, want u zit er niet en hopelijk zal u er ook nooit komen te zitten. En wat wij die 2 uur hebben besproken, ga ik u allemaal niet vertellen. En waarom niet? Omdat het u niets aangaat. 1 conclusie wil ik met u delen en dat is dat er geen enkele toezegging is gedaan, dat er geen enkele deal is gesloten en dat wij, zeker ik, ook als volksvertegenwoordiger, maar ik denk ook de heer Rutte als leider van de VVD, mogen praten met wie wij willen, over wat wij willen, wanneer wij willen en waar wij maar willen. En als u dat niet goed vindt, dan zijn we op de goede weg. Zou u via de voorzitter willen spreken? Voorzitter, aan het eind van de week dan hebben we weer de lintjesregen en dan worden er decoraties uitgedeeld. Ik zou de heer Wilders eigenlijk toch bij deze nog willen voordragen. Eigenlijk in de orde van de gevestigde orde. Een man die nou hier al zo lang rondloopt en dan zich in het kamertje, het is ook bijna het kleinste kamertje van de Den Haag, zich bevindt en dan zegt, we hebben over van alles gesproken, afspraken zijn er niet gemaakt, maar wat er wel is gedaan, meneer Robesin heeft inmiddels vele malen, laat hij op Omroep Zeeland weten, nog eens gebeld met u beiden, dat mogen we allemaal niet weten. U wekt toch een ongelofelijke scheiding als niet-kabinetspartij, hè? Of is het na een half jaar toch eigenlijk vervaagd? Is er toch eigenlijk geen onderscheid meer tussen gedogen en gewoon medeverantwoordelijkheid zijn? Is het misschien ook uw angst voor wat dalende peilingen dat u denkt, kom, ik moet er wat harder tegenaan en ik moet wat meer als een echte regent tekeer gaan? Dank u, meneer. Nee, voorzitter, even rechtzetten. Ik heb na dat gesprek in het torentje met de heer Robesin geen enkel telefonisch contact gehad, wat u net even suggereerde. Dus dat is niet het geval. En ik begrijp dat voor de heer Pechtold nogmaals de druiven zuur zijn. Wat had D66, mevrouw de voorzitter, graag willen meegregeren? En wat waren ze teleurgesteld dat dat niet is gebeurd? En dan wordt er inderdaad in het torentje, maar wat ik al zei, het had voor mij net zo goed in een kroeg of in acht is of waar dan ook kunnen zijn, overlegd door politici om met elkaar te kijken nadat een van die politici heeft gezegd, ja, misschien ga ik niet op de partij stemmen wat ik van plan was. Dat is heel normaal, dat is voor u misschien heel vervelend, want als de heer Robesin inderdaad op bijvoorbeeld de VVD zou gaan stemmen, dan zou het wel eens zo kunnen zijn dat links toch geen meerderheid haalt in de Eerste Kamer. En daar is alles voor geoorloofd. Voorzitter, als ik mag tot slot. Nee, dat laatste is, nou loopt u er een beetje bij weg, hè? De reden dat u er zat was omdat, als we goed kijken naar de punten die dadelijk bij de statenverkiezing of bij de Eerste Kamer verdeeld worden door statenleden, uw zetel de twijfelzetel is. Het gaat niet om die VVD-zetel.
Het gaat om dat de stemmers op de Partij voor Zeeland weten dat ze u dadelijk misschien aan die tiende zetel helpen. Daarom was Verhagen er niet. En daarom moest het op uw advies op het torentje. Zo is het toch gegaan. De heer Robesin had toch u benaderd. U heeft niet Artis uitgekozen. U heeft niet een kroeg uitgekozen. U heeft niet Zeeland uitgekozen om daar zelf een keer te gaan kijken. Nee, u heeft bemiddeld voor uw tiende zetel, waar de stemmers van de Partij voor Zeeland dadelijk mee aan helpen, om op het torentje te gaan zitten. Zo is het toch gegaan? Voorzitter, de heer Pechtold speculeert maar in het wilde weg. Ik heb gezegd wat ik daarover wil zeggen. Geen millimeter meer. Wat daar is besproken, gaat u niets aan. En dat is inderdaad mijn taak als voorzitter van de PVV, maar ook van de heer Rutte. En enig lid. En enig lid. En dat zal hij dadelijk zelf zeggen als partijleider van de PVV, om ervoor te zorgen, om in ieder geval ons best te doen, om te kijken of in de Eerste Kamer links geen meerderheid haalt. En als dan een politicus in Zeeland opstaat die gewoon publiekelijk in de krant zegt, ik zou ook wel eens op een andere partij kunnen stemmen, dan zouden wij ons werk niet doen. Meneer Pechtold, zeg ik via u, mevrouw de voorzitter, als we niet met zo iemand zouden praten, nogmaals, ik zou het morgen weer doen. U maakt er iets veel groters van dan het is. U zou het ook doen in de situatie en u huilt nu krokodillentranen, meneer Pechtold. Dank u wel, voorzitter. De heer Wilders maakte een leuke verspreking. Hij noemde de heer Rutte de partijleider van de PVV. Daar lijkt het inderdaad op. Misschien zit daar wel wat meer achter. Maar mijn vraag gaat over het volgende. Na de marktwerking in de zorg en de bezuiniging op de bijstand en de WSW en de AOW en aanschaf van de JSF en de bezuinigingen op de meest kwetsbaren in het onderwijs, die 3000 agenten die er niet komen, het privatiseren van de HTM, en ik kan nog wel een lijstje doorgaan, die hebben we zoals u weet, nu ook als volleerd regent op het torentje. Tot hoever gaat de PVV in het verkopen van asiel? Ja, voorzitter, ik begrijp dat ook voor de heer Roemer de druiven heel zuur zijn. Want ook hij had natuurlijk liever, neem ik aan althans, meegeregeerd. Doet dat niet. Heeft nou kritiek op een partij die verantwoordelijkheid neemt. Het ligt allemaal een stuk anders dan dat u net op dat voorbereide lijstje wat u mee heeft genomen naar de interruptiemicrofoon voorleest. Maar wij nemen verantwoordelijkheid. En verantwoordelijkheid nemen betekent dat je pijn leidt en dat je er wat voor terugkrijgt. Als u altijd vaststelt aan al uw standpunten uit het verkiezingsprogramma, de partij van de heer Roemer, mevrouw de voorzitter, dan zit u tot het jaar 2100 in de oppositie. En dat is misschien maar goed ook voor Nederland. Wij doen dat niet. Wij maken compromissen. Wij krijgen prachtige punten terug als het gaat om een veiliger Nederland. Als het gaat om een socialer Nederland. Als het gaat om minder immigratie. Als het gaat om een betere ouderenzorg. Daar kunnen de kiezers. Daarvoor hebben de kiezers op de PVV gestemd. En welke rijtje u ook opnoemt, dat gaan wij waarmaken. En niet vanaf de zijkant, maar vanaf de invloed op het beleid. En dat is niet alleen vanuit het torentje. Dat is vanuit deze zaal waar wij onze invloed laten gelden. Meneer Roemer. Voorzitter, ik moet zeggen dat de heer Wilders steeds meer het lef heeft. Dat heeft hij altijd al gehad. Maar blijven volhouden dat hij aan het werk is voor een veiliger en een sociaal Nederland. Zo is dat. Wetende dat er kei en keihard met instemming van de PVV wordt bezuinigd op alle kwetsbaren in de samenleving. Daar waar is je partijprogramma vol van al staan, laat hij één voor één allemaal afbreken. Punt voor punt. Of het de AOW is, of het de WSW is, of het de kwetsbare leerlingen in het onderwijs is, of het de marktwerking in de zorg is. U laat ze allemaal gaan. Zelfs de tweede testtoestel wordt gewoon gekocht, terwijl u zo fel tegen was. De HTM zou nooit verkocht worden. U kunt hier blijven roepen en roeptoeteren wat u wilt. U breekt het, de heer Wilders breekt het met zijn PVV allemaal af om zogenaamd dit kabinet in stand te houden. En blijkbaar gaat de PVV zover, mevrouw de voorzitter, dat regentenmentaliteit vanuit het torentje daar ook nog bij past. Ik hoop dat heel Nederland en vooral degenen die op zijn partij gestemd hebben, dit eens een keer in de gaten krijgen. Nee, voorzitter, wat onze kiezers, de PVV-kiezers, in de gaten krijgen, is dat de helft wat de heer, eigenlijk alles wat de heer Roemer net opzomde, staat in het regeerakkoord, staat in het gedoogakkoord, staat in de financiële bijlagen. Alles wat hij noemt. En dat heet, meneer Roemer, dat heet
dat je met elkaar afspraken maakt. Dat je aan de ene kant dingen doet die pijn leidt en aan de andere kant dat je dingen ervoor terugkrijgt. En wat krijgt die PVV ervoor terug? Wij krijgen ervoor terug een betere zorg. Wij krijgen ervoor terug die 12.000 verpleegkundigen in de ouderenzorg. Wij krijgen ervoor terug strengere straffen, minimumstraffen. Wij krijgen ervoor terug dat die immigratie als nooit tevoren wordt beperkt. En u roept, u zit daar aan de zijkant hier van de Tweede Kamer en u roept en u krijgt helemaal niets voor elkaar, meneer Roemer. En ik hoop dat al die mensen die op de SP hebben gestemd zich dat eens realiseren, dat je met het roeptoeteren vanuit de zijkant veel minder bereikt dan een partij als de PVV die knokt, die voor de mensen opkomt, die een hele hoop binnenhaalt en inderdaad onderdeel van het compromis ook dingen moet slikken die wat minder fraai zijn. Dank u wel, meneer Cohen. Voorzitter, ik zit toch weer met bewondering te luisteren hoe al die punten die zo ontzettend veel pijn moeten doen, ook aan al die kiezers van de PVV, hoe die gewoon weer een keer worden ingeleverd en als een overwinning worden verkocht. Goed, hè? Dat is ontzettend, ik vind het ongelooflijk knap. Dank u zeer. En we zullen inderdaad nog wel eens even zien hoe al die dingen waarvan u zegt dat u ze wel tevoorschijn tovert, of die er ook werkelijk zullen komen. Maar dat komt er allemaal wel aan. Kijk, voorzitter, dat de heer Wilders dat hij met iedereen overlegt, ook over de stemverdeling als het gaat over de verkiezingen van de Eerste Kamer, dat is zijn goed recht. Daar gaat het allemaal niet over. En natuurlijk doet hij dat. En dat is ook prima. Maar waar het hier om gaat, is de manier waarop dat gebeurt en de rol die vervolgens de premier daarin speelt. En dat interesseert de heer Wilders blijkbaar helemaal niets. Het type afspraken waarmee wij onze samenleving hier ook op een ordentelijke manier in stand houden. Het interesseert hem allemaal niks als er maar één ding gebeurt. Als hij nou maar kan zorgen dat hij in die achterkamertjes, nieuw voor hem, maar oké, ze zijn geaccepteerd. Hè? 4 jaar geleden vond hij het allemaal maar niks, al die achterkamertjes. Nu doet hij er vrolijk aan mee. Als hij maar via die achterkamertjes datgene kan bereiken waarvan hij denkt dat dat voor een deel voor zijn kiezers nuttig is. En daarom, dat is mijn punt, ik vind dat de heer Wilders totaal voorbij gaat aan het ambt van de minister-president. En dat is iets wat ons, en dus ook de PVV, enorm gaat opbreken. Nou, voorzitter, zolang de heer Cohen en de zijnen dat ambt maar niet vervullen, God behoede dat dat ooit zal gebeuren in dit land, dat de Partij van de Arbeid het hier voor het zeggen krijgt, dat u in het torentje komt, een kleine stap daar naartoe zou zijn, dat u en uw linkse vrienden een meerderheid krijgen in de Eerste Kamer. Dat is voor mij en mijn partij nummer 1. En wat u er verder allemaal voor bijgevloekte naamwoorden aankoppelt, dat is uw zaak. Mij gaat het erom dat deze politieke samenwerking een zo maximaal mogelijk resultaat moet krijgen en dat Cohen en de zijnen tot in de eeuwigheid in de oppositie blijven. Kijk, en dat is inderdaad wat de heer Wilders nummer 1 roept. Dat is een stuk belangrijker dan al die andere punten die hij heeft weggegeven. Dat is het allerbelangrijkste, voorzitter, en dat daarmee de instituties die we hebben, de afspraken die wij hier gemaakt hebben en die belangrijk zijn om ervoor te zorgen dat het land op een behoorlijke manier bestuurd wordt, dat dat allemaal down the drain gaat, dat dat allemaal weggaat. Het interesseert de heer Wilders allemaal niks als er maar één ding is, als hij maar vrolijk op de een of andere manier kan bijdragen aan de regering. En dat, voorzitter, dat gaat ons allemaal opbreken. Ja, weet u wat ons gaat opbreken? U zei net, voorzitter, de heer Cohen zei net dat het land goed bestuurd moet worden. Nou, dat betekent dat u niet in de buurt van dat besturen moet komen en uw partij. Daar gaat het mij om. Zorgen dat VVD, PVV en CDA de politieke samenwerking van dit moment het volhoudt. Daar gaat het ons om. Dan kunnen wij onze mooie punten van criminaliteit, zorg, immigratie kunnen we realiseren. Nou, u kunt wel, ik begrijp dat u dat pijnlijk vindt om dat te horen, wat voor mooie dingen we als PVV allemaal voor elkaar hebben gekregen. En het alternatief, zeg ik via u, mevrouw de voorzitter, tegen hen is dat links het voor het zeggen krijgt, dat de Partij van de Arbeid het voor het zeggen krijgt, dat de heer Cohen in het torentje komt met nog meer immigranten, met lagere straffen, met een slechtere zorg, met alleen maar slechte dingen voor Nederland. Mensen hebben op de PVV gestemd, niet alleen maar omdat we een goed beleid hebben, maar om te voorkomen dat u het in dit land ooit voor het zeggen krijgt. Nou ja, voorzitter, zo kan de heer Wilders nog een hele tijd doorgaan. En ik neem aan dat hij dat ook gaat doen. Hij zal het straks ook nog weer een keer herhalen hoe verschrikkelijk het is als die andere partijen daar aan het bewind komen. We zullen het straks uiteindelijk wel daarop gaan afrekenen op al die punten. Mijn punt hier blijft, en daar gaat de heer Wilders volstrekt aan voorbij, dat het geen pas geeft dat de premier, dienaar van de kroon, dat die op zo'n manier omgaat met deze verkiezingen. En daar gaat dit debat over. En al die andere dingen, die kennen we van de heer Wilders. En ik twijfel er niet aan dat hij ook vandaag nog verschillende gelegenheden vindt om dat opnieuw te gaan verklaren. Hij gaat zijn gang maar. Dank u, voorzitter. Ik zal die gang graag maken, zo vaak ik maar kan. Ik zal niet alles herhalen, maar nogmaals, laat één ding helder zijn.
Meneer Cohen, zo ongeveer alles is geoorloofd om u in de oppositie te houden. Mevrouw Thieme. Ja, voorzitter, ik wil graag van de heer Wilders weten hoe belangrijk hij het vindt dat de PVV-kiezer ook waar voor zijn geld krijgt. Dat hij dus ook bediend wordt door de heer Wilders. Wat zou u denken dat het antwoord op die vraag zou zijn? Doe eens een gok. Voorzitter, ik stel de vraag en u geeft gewoon even een antwoord. Dat was mijn antwoord. Hoe belangrijk vindt u het? Wat denkt u zelf? Goed, u vindt het dus kennelijk heel belangrijk. Hoe belangrijk vindt u het voor de kiezers van Partij voor Zeeland dat ook zij waarvoor hun geld krijgen? Dat zij weten waarop ze gestemd hebben en dat ze ook weten dat deze meneer dus niet opeens een PVV'er blijkt te zijn? Die vraag zult u aan de Partij voor Zeeland moeten stemmen. Ik praat niet namens de Partij voor Zeeland. Voorzitter, dan stel ik de vraag in het algemeen. Hoe belangrijk vindt u dat elke partij recht doet aan wat de kiezers van die partij verlangen? Dat zal iedere partij zelf moeten beantwoorden. Dus u heeft gewoon geen algemeen standpunt dat elke partij gewoon zijn beloftes moet nakomen? Dat is aan iedere partij om dat zelf op te lossen. Als het maar gewoon uiteindelijk allemaal maar PVV's die kiezers worden. Dat zou het allermooiste zijn natuurlijk. Ja, en u geeft dus niet om de democratie dat het in die zin zo is dat alle geluiden gehoord moeten worden. En dat het zo dat er geen oneigenlijke middelen mogen worden toegepast. Dat er uiteindelijk dus sprake is van kiezersbedrog. Want daar werkt de heer Wilders namelijk aan mee. Ja, voorzitter, daar moet ik hier nog op reageren. Ik zal het maar niet doen. Mevrouw Sap. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, de heer Wilders heeft de afgelopen jaren natuurlijk de nodige staaltjes politiek laten zien. En er is weinig meer waarmee hij me kan verbazen. Maar waar hij me toch mee verbaast vanmiddag is met de arrogantie waarmee hij daar staat. Hij was toch bij uitstek degene die altijd kritiek had op de Haagse achterkamertjescultuur. En nu verkondigt de heer Wilders daar zonder te knipperen dat hij geen knip voor de neus waard zou zijn als hij niet mee zou doen aan die Haagse achterkamertjescultuur. Meneer Wilders, de rijst de vraag, voorzitter, laat ik het via u stellen, de vraag rijst wat er met de heer Wilders is gebeurd. Nou, voorzitter, er is geen sprake van achterkamertjescultuur. Er is geen sprake van, we hebben een gesprek. We hebben een gesprek met drie politici. Torentjescultuur noemen, ook goed. We hebben een gesprek met drie mensen en ik zeg hier dat er geen enkele deal is gesloten. Dus er is helemaal geen sprake van welke achterkamertjes dan ook. Ik kan u ook de vraag stellen. Volgens mij zat u, het was misschien in een torentje waarbij een van uw medewerkers thuis met de premier nog niet zo lang geleden om tafel. Waar was de heer Pechtold trouwens toen? Ik heb hem niet gezien. Om als het ging om Kunduz een deal te sluiten met het kabinet. U maakt zichzelf schuldig aan iets wat u mij verwijt. En bovendien klopt dat verwijt ook niet. Dus het klopt helemaal niets van mevrouw. Nou, voorzitter, het zou niet fraai zijn als ik mijzelf schuldig zou maken aan iets wat ik de heer Wilders verwijt. En dat is dan ook helemaal niet het geval. Wat ik toen heb gedaan is meteen de dag daarna volledige openheid geven over wat daar toen besproken is. En dat is wat u hier weigert te doen. En dat is waarom u zichzelf hier schuldig maakt aan iets wat u de Haagse politiek altijd verweten hebt. En daarom moet ik nu constateren dat u kennelijk, als het gaat om uw eigen cultuur van politiek bedrijven, een flinke draai gemaakt heeft. Nou, u constateert maar tot u een ons weegt. Ik heb u gezegd dat wij met z'n drieën hebben gesproken dat ik dat morgen weer zou doen op iedere locatie in Nederland. Dat de transparantie bestaat uit het feit dat ik u vertel als deelnemer aan het gesprek dat er 0,0 is afgesproken. Dat er niets is bedisseld. Dat er geen deeltjes zijn gesloten. En dat ik als politiek leider van de PVV altijd met iedereen zal praten die zegt dat hij eventueel op mijn partij zal gaan stemmen. En als dat politieke consequenties zou hebben, dan ben ik toch nog eerder dan dat die persoon die vraag heeft gesteld. En dat zal ik blijven doen. En nogmaals, dat is omdat wij die prachtige punten, daar ben ik weer, meneer Cohen, die prachtige punten van de PVV daarmee gerealiseerd kan krijgen, van ouderenzorg tot criminaliteit tot minder immigratie. Dat lukt niet als u of de heer Cohen een meerderheid in de Eerste Kamer zouden krijgen. Dus ik zou mijn werk niet goed doen als ik daar niet alles voor over zou hebben. Met iedereen zou praten die spontaan twijfelt over zijn stem. Dat is niet achterkamertjes, dat is gezond verstand. Mevrouw Sap, dat is... Ja, voorzitter, hoe meer de heer Wilders zijn stem verheft, hoe minder ik mij aan de indruk kan onttrekken dat er kennelijk toch ook heel veel pijn voor de PVV zit in het gedogen van dit kabinet. En die pijn hebben we natuurlijk de afgelopen maanden ook al stevig gezien. En dat de heer Wilders zich nu vervolgens erg druk maakt of hij überhaupt dadelijk in die nieuwe Eerste Kamer nog wel iets klaar krijgt van de punten waarvoor hij en zijn beweging staan. En voorzitter, dan moet ik toch constateren dat nadat de PVV eerst al een hele hoop inhoudelijke punten
belangrijk voor zijn achterban heeft prijsgegeven, daar heel veel draai op heeft gemaakt, dat hij nu ook op die cultuur een grote draai maakt en zelf steviger op het plusje van achterkamertjes zit dan hij ooit voor mogelijk had gehouden toen hij nog zoveel kritiek had op de zogenaamde Haagse elite hier. Voorzitter, dat is in ieder geval een helder verhaal. Dank u wel. Ja, maar dat is uw verhaal, dat is niet mijn verhaal. Dus u kunt dank u wel tegen uzelf zeggen, maar ik heb dat niet gezegd. Wij draaien niet. Wij zitten niet in achterkamertjes. Wij zijn een partij die waarmaken waar we voor staan. En dat doen we niet in de oppositie. Dat doen wij vanuit een gedoogpositie waar wij wat voor onze kiezers voor elkaar krijgen de komende jaren. Wat niet lukt met allemaal mooie lijstjes. Wat de heer Roemer doet, wat de heer Cohen doet, wat mevrouw Sap doet, mevrouw de voorzitter. U kunt uw verkiezingsprogramma tot u in ons weegt oplepelen. U krijgt daarvan nauwelijks tot niets voor elkaar. Wij wel. Dat betekent dat we wat moeten inleveren. Dat betekent dat we er wat voor terugkrijgen. Zo werkt het in de politiek. En als je dat probeert te maximaliseren door met mensen te praten die aangeven dat ze je daarbij kunnen helpen, dan moet je dat vooral doen. Nogmaals, ik zou het morgen weer doen. En ik ben er trots op. Dank u wel.